Hallo kijkers, ik heb een redelijke grote mededeling. Het is iets heel moeilijks wat ik voor jullie moet gaan vertellen. Het is niet leuk. Vandaag heb ik dus berichten gekregen. Chris is vandaag dus ook hier dus op bezoek geweest. Leuk al, dus wel zonder Bea. Dus alleen Chris was hier. Na Chris was Bea hier. Dus Chris was terug naar huis toe. En toen ben ik ook Bea gaan ophalen. Bea, ja, wij hadden wel een paar woordenwisselingen gehad. En ja, daar zijn ook redelijk wat woorden gevallen. Maar die wil ik ook wel liever privé houden. Dus. Het komt erop neer dat de vriendschap tussen mij en Chris volledig, maar ook echt volledig gedaan is. En het is op. Na 17 jaar vriendschap. Mijn vechtlust is op. Ik kan niet meer. Ik ben volledig offer binnen. Om telkens keer opnieuw ook te vechten. Ook voor de vriendschap. Ik ben nu. Ik heb per geluk heb ik nog altijd Bea. En daar ben ik nog eigenlijk 100% gelukkig mee. En ook ga ik jullie ook nog zeggen. Welkom ook hier op de studio. Zo ga ik dus ook de reactievideo's opnemen. Maar misschien met een betere setting nog wat. Dus hier op de zetel gaat dan ook alles doorgaan. Ook met de studiogasten. Ene komt in deze hoek te zitten. En de andere in deze hoek. Dus dat ze nog altijd genoeg afstand hebben van elkaar. Corona-maatregelen natuurlijk. Maar dat erbuiten. Ik heb het echt heel moeilijk. Ik weet niet hoe ik het moet verwoorden. Ik heb Chris echt heel graag gehad. Dat was mijn allerbeste maatje van gans de wereld. Niemand kan haar echt vervangen. Echt waar, niemand niet. Dat geef ik eerlijk nog altijd toe. Hopelijk kijkt mijn maatje naar deze video. Hopelijk komt ze dan misschien nog wel tot besef dat ik het ook heel moeilijk heb. Maar ik geef het eerlijk toe, ook aan jullie mensen, als het voor mij is, heel moeilijk is. Ik probeer dat altijd uit de vlogs te houden, uit de livestreams. En ik ben er echt helemaal kapot van. Dat zijn echt grove woorden gezegd geweest. En die hebben mij echt ook heel veel geraakt. En niet van mij uit naar Chris toe. Ik heb het echt heel moeilijk. Dit is spontaan opgenomen, mensen. Als ik ook nog iets fout zeg of zo, mijn excuses ervoor. Ik wil ook niemand kwetsen. Echt waar, niemand niet. Ik heb nog een stukje gevonden. En niemand is in de fout gegaan. Echt waar, niemand niet. Chris niet. Ik niet. Niemand niet. Ik weet dat hier redelijk wat reacties gaan opkomen. Dat mogen jullie ook doen. Jullie mogen hier onderaan reageren.
Maar ik heb het echt momenteel ontzettend moeilijk. Dit heb ik echt niet zien aankomen. Niet na 17 jaar vriendschap, dat de vriendschap hier en nu stopt. Ja, als het niet meer gaat, dan moeten we stoppen met, ook met de vriendschap. Als de vechtlust aan beide kanten op is, ja, dan moeten we toch ook wel een lijn onder trekken. Hoe moeilijk dat het ook is, hoe moeilijk dat het ook voor mij gaat zijn, na 17 jaar een goede vriendschap te hebben. Ze is toch vandaag hier geweest. We hebben ook samen naar de leuke film Coco gekeken. En ik vond dat echt een heel mooie film. Dat is echt een aanrader. We hebben hier zelfs nog met elkaar zitten te plagen en noem maar op. En dan kreeg ik iets meer dan een uur geleden de berichten van, ja, dat de vriendschap stopt en dat ze mij heel veel geluk wenst in mijn leven, ook verdere leven met samen met mij en Bea. Vind ik nog wel heel mooi gezegd. Maar ik vind het wel heel jammer. Waarom moet het via een bericht en waarom kan het niet gewoon spontaan gezegd worden in mijn gezicht of gewoon eens uitgebabbeld worden? Dat we rond de tafel zitten. En als het dan niet werkt, de vriendschap, ja, dan zijn we dat ook zo eerlijk, maar toch niet via berichten. Ik vind dat je dat dan, je eigen dan ook wegsteekt. Heb je dan schrik dat ik dan agressief word, dat ik echt dat ik ga opkloppen of zo? Nee, zo zit ik niet in elkander. Zo zit ik echt niet in elkander. Ja. Dus dan weten jullie dat Chris voor ons een hele goede herinnering zal blijven. En ik zal zeggen ook, ik heb nog wel redelijk wat vlogs ook van Chris. Herbekijk ze, geniet van die beelden, want ik denk niet dat je die ooit nog terug gaat zien in de vlogs. Dus weer al. Iemand een exit bij mij eruit. Ik krijg zelfs een bericht nu. Even kijken, mensen. Het kan zijn dat dat mijn schat is. Ja. Voilà, ik heb even mijn schatje ook beantwoord. Schatje, ik ben ook nog veilig en wel thuis aangekomen. Ik ben ook nog een speciale video aan het opnemen voor mijn YouTube-kanaal. Dat ik het ook moeilijk heb, dus dan weet je dat. Allee. Oké, dus ja, oké. Het zijn geen mooie woorden, ik weet het, schatje. Het zijn geen mooie woorden. Maar ik ga u laten. Ik zie u graag. Ik hou heel veel van jou. Knuffel. Ga maar rustig en wel slapen. Ik kan ook nog mijn video kunnen afronden. En dan ben ik ook slapen. Goed? Allee, slaap wel. Doedeloe. Voilà, dan hebben jullie dit ook even meegekregen. Ook in deze speciale video. Dat ik. Ja, dat ik nog heel veel hou van mijn schat. En ja, de ruzie is nog altijd gaande. En ik ga dat proberen op te lossen. Weer al ga ik mij daar de energie in steken. Ik hoop dat het goed komt, maar.
Ik denk het niet. Ik denk het niet meer. Ik denk dat het volledig gedaan is tussen mij en Chris. Qua vriendschap. Zeventien mooie jaren. Zeventien mooie jaren dat ik mag koesteren. Zeventien mooie jaren dat ik in jouw leven mocht zijn, Chris. 17 mooie momenten. 17 mooie momenten. Dat is wel weinig, hè? 17 mooie jaren momenten. Met zijn ups en downs. Met ruzies. Die soms heftig zijn en soms niet zo heftig zijn. Maar we zijn altijd naar elkaar terug gegroeid. Maar blijkbaar deze ruzie is een keiharde ruzie geworden. En zal deze ruzie ooit stoppen? Ik weet het niet. Ik hoop het van wel dat we gewoon de strijdbijlen terug kunnen neerleggen en dat we toch door één en dezelfde deur kunnen geraken. Ja, ik zie dat mijn deur nog open staat. Denk ik. Ja, die staat nog open. Dus, dankjewel voor die heel mooie momenten. Ook dat ik jou mocht meenemen naar al mijn exen toe. Sarah, Evelien, Eline, noem maar op. Je was er elke keer erbij, ook met deze relatie tussen mij en Bea. Dus was je er ook altijd erbij. Je hebt mij nooit in de steek gelaten. Maar ik zie u nog altijd ontzettend graag, Chris. Ik zie u nog echt ontzettend graag. En ik hoop dat deze boodschap ook bij jou, ja, tot bij jou bereikt. Want 17 jaar, dat gooit je niet zomaar weg. Waar heb ik haar leren kennen? Ja, dat is een heel lang verhaal, mensen. Dat zijn echt letterlijke jaren terug. Via net nog, als sommige mensen dat nog kennen. Net nog. Net nog is in tussentijd van naam veranderd nu naar Twoo. Dat is een datingswebsite geworden. Maar wat leuke te van al was, tussen mij en Chris, dat is altijd heel grappig geweest. Nu nog altijd vond ik dat. Ja, ze delete mij. Ik at ze terug. Ze delete mij weer. Ik at ze terug. Of ze ging weer alles van net nog af. Oké. En ze kwam ze terug erop. Oké, weer al accepteren. En zo was dan hebben we dan eerst met elkaar gesproken. En ja, uiteindelijk hebben we dan ook een paar keren afgesproken. Na die paar keren ja, kreeg ik geef het ook eerlijk toe, gevoelens voor haar. En dat heb ik ook aan haar verteld. Zeg, Chris, zo noemde ik haar toen, Chris, ik heb een probleem. En Chris zei, ja, Dimi, wat scheelt er? Je bent zo'n lieve meid. Je doet ook alles wat ik ook vraag en al. En als ik het ook moeilijk heb, zeg je het er ook voor mij. Ik heb gevoelens voor jou gekregen. Dan zei weer al terug. Oeh, echt? Ja, zegde ik. Ik heb redelijk wat gevoelens voor jou. Waarop Chris dan weer al antwoordde. Sorry, dat is niet wederzijds, maar ik wil wel op vriendschap verder gaan. En toen heb ik ook gezegd, oké, even goede vrienden, dan wil ik liever een vriendschapsrelatie aangaan dan een echte vaste relatie. Mensen, ik ga hier nu deze video beëindigen. Dankjewel om toch naar deze speciale video te kijken
een hele moeilijke video voor mij. Ik denk dat ik nog wel even ga piekeren in bed. Ik mag het niet aan mijn hart laten komen. Ik heb hier niks in geknipt of gekut. Dit is een één en een volledige fragment spontaan opgenomen. Ik wil niet dat er dingen zijn hier tussenuit zijn geknipt. Iedereen mag de waarheid weten hoe het nu juist zit. Maar ik wil niet dat Chris wordt zwart gemaakt. Ik wil ook niet dat BS wordt zwart gemaakt. Ik wil ook niet dat ik word zwart gemaakt. Nee. Ik wil niet dat iemand iets slechts gaat vertellen over iemand. Dat wil ik gewoon terzijde laten. Dus heel veel bedankt om naar deze video te kijken, naar deze speciale video. Ik zie jullie allemaal morgen terug op natuurlijk livestreams.